is een klein uitdagertje. Ja. Oh ja? Is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Ja? Is dat zo, meisje? Jawel. Nee, mijn mooie meid mag erin. Nou, is dat zo? Ja. Waar ik ook trots op ben. Ik ben mijn vent aan het... controleren. Ja, daar lijkt het nu wel eigenlijk op. Ik ben gewoon hem eigenlijk aan het controleren waar die is. Ja, oh, maar het is je goed recht. Ja. Wat je nu doet. Hey. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zaterdag, de 20e van de 8e 2022. En we leven om 12 uur 23. Dus ja, de tijd houdt geen schoft wanneer wij zelf stilzitten. Ja, oftewel de tijd blijft niet stilstaan als je zelf blijft zitten. Maar ik ga weer gewoon zoals normaal de meisjes uitlaten. En jullie weten ook dat ik visite krijg. Rond een uur of twee. Dus ja, ik heb vannacht mijn booster aan de accu gehad. Maar die staat dus buiten, dus die wil ik ook nog weer even binnen zetten. Ja. Ik heb gisteravond gevoeld dat die plug, die was nou niet heet. Ik denk, ja, als die binnen in de schuur heet kan worden, kan het buiten net zo goed, weet je. Maar hij was niet heet, hij was gewoon koud. Ik denk, nou ja, hè, zit hij met verleugen aan en al zoiets? Ja, wat weet ik ervan. En de booster, ja, die vent die zei, die monteur dus, die laatst hier was, die zei dat de motor kapot was. Ja, maar dan denk ik van, ja, maar dan kan ik niet rijden ook, weet je. Maar ik weet het niet hoor, ik zal het eens nagaan hoe en wat. Komende week, ik ga een andere bellen. Ik heb een telefoonnummer gekregen van een ander bedrijf. En die doen wel in solo's. En die werken ook voor de gemeente. Dus ja, niet geschoten is altijd mis. Maar dat krijgt dus nog even een staartje. Ja, dat gaan we even natrekken. En ik hou jullie ervan op de hoogte. Uiteraard. Dus ja, lieve vrienden. Geniet weer van je dag. Het is hier zonnig en bewolkt. Ja, ik heb wel het zonnescherm naar beneden, maar de lucht is ook zo scherp als je naar buiten kijkt aan die kant. Dat valt wel weer mee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, de meisjes die gaan eruit. Ik kan dat, ik moet nog even eten, die loopt hier ook rond. Dus ja, dat allemaal. Dus ik heb nog wel even veel te doen. Maar tenminste eventjes, een klein beetje veel, ja, hoe het is, maar hoe je het noemen wilt. Sowieso moet ik met de meisjes lopen. Ja, en dat kan dan dus zomaar gedaan. Hé, hey, kerel. Ja. Hé, hey, meisje. Ja, je bent ook lief. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer reeds thuis met de meisjes. Ik heb het badje leeggekieperd. Nou, die moet schoongemaakt worden, maar dat ga ik nou niet doen. Want ik heb mijn goede kleren aan. En de poort staat open, de plank is weg, dus we kunnen zo doorstiefelen met de booster. Ja, ga ik daarna wel weer naar buiten om het weer goed te doen, zodat Rijka ook weer fatsoenlijk naar buiten kan. Ja, ik ben Barok even aan het goed doen, want die had ik even een beetje anders zitten. Wegen dat ik aan het werk was, ja. Hé, hey, kind, jij? Hé, hey, lief. Ben jij lief? Hoe ben jij aan het uitdagen? Is dat wel zo'n goed idee? Is dat wel zo'n goed idee? Ik vind het van niet. Nee. Een klein uitdagertje. Ja. Oh ja? Is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Ja? Is dat zo, meisje? Hé? Je bent een dikke boefje, hè? O ja.
Wat nou? Hé? Oh, het is zo lekker dit. Hé? Joh. Krijg je een kusje? Nou, dan niet. Dan niet hoor. Maar net onderweg moest jij een aantal x keren gapen. En toen zei vrouwtje, dan moet je als we thuis komen gaan slapen. Ja, en dat doe je niet. Nee. Hé? Dat doen we niet. Zo. Ja, dat doet ze dus niet, hè? Nee, dat doet ze niet. Dat begint ze niet aan. Nee, donderjagen, dat wil ze doen. Maar ja, maakt niet uit hoor. Ik hoop dat ze, ja, dat is, hoe laat leven? 19 minuten over 1. Ja, en dat kan al eventjes duren. Dus ik zet de tuindeur even op een kiertje en ik zet het keukenraam open. Ik kan het even doorwapperen. Ja, dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik kom ergens aan het eind van de middag wel weer retour. Dus tot dan. Ja, lieve vrienden, de visite is al reeds al lang alweer weg. Maar dat er visite was, kwam er nog iemand op visite. Althans, visite. Gewoon hoor, ze hoort bij de inboedel. Ja, simpel zat. Maar ik laat jullie wel even zien hoor, wie er is. Ja, ik zet mijn camera even lekker op tafel neer. Hey schat. Yo. Hi. It's me. Hi. Mwah. Hoe gaat ie? Yo, ik ben mijn vent aan het volgen. Je vent aan het volgen? Ja. Oftewel Roderick. Ja, aan het stalken. Aan het stalken nog wel? Nou ja, ook. Ook. En wat is ja, ik vind dat jij daar een goede reden voor hebt. Nou ja. En mijn volgers die denken van waar heb je het over? Nou ja, ik zal het even kort en bondig uitleggen. Een paar weken terug kreeg ik een mail van of ik mijn zus in de opvang wou nemen. Via haarzelf. En nou moet ik eventjes opletten. Dat is inderdaad een hele andere kant op. Mooi, top. En ze zat dus eerst bij mij in huis. Nou, dat ging niet. Lang verhaal. Haar hond en mijn hond, Dun, gingen niet samen. Omdat zij dus haar hond meenam in de slaapkamer. Nou, dat heb ik liever niet. Want dan gaat het gewoon fout. Punt, klaar. Dus toen is ze dus naar mijn man zijn huis gegaan. Dat ging eigenlijk allemaal goed. Totdat ik dus een gesprek op heb gevangen met haar man, dat ze dus dat haar man dus vroeg van is jouw zus, Karin, een zuswaardig, waar ze op zegt nee, nou dan ben je bij mij met de koekoek, mag je weg. Dus, en nou is Rodus haar aan het wegbrengen, want in één keer is er een plek. Want ze is namelijk weg bij de vent, alweer, voor de zoveelste keer. Juist. En dus dat eigenlijk. Dus nou heeft mijn man dus zijn locatie aan. Dus ik kan precies zien waar hij nou rijdt. Dus ja, dat is nog fijn. Helemaal top. En geweldig van Roderick. Ja. Dat hij dat heeft gedaan. Waarom ga je zo? Want Karin die mag eigenlijk niks weten van haar zus, mijn oudste dochter. Dat ze dus nou weggebracht wordt. Ja, maar Karin die komt er toch vanzelf dan achter. Ook al wordt er niks verteld. Ook al had Roderick geen locatie zien. Komt er even goed van achter, ja. Dus het is zo bizar, maar in ieder geval, we gaan gewoon gezellig door. Hè? Ja hoor. Ja, we gaan gewoon gezellig door. En het komt allemaal wel weer goed. En ook met deze knappe meid van mij. Ja hoor. Ja hoor, echt wel. Dus ik zou zeggen, ja lieve vrienden, wij gaan hier verder koekeloeren wat er allemaal gebeurt. En ik zou zeggen, we spreken elkaar vanavond nog wel weer. Lieve vrienden, ik kom jullie lekker eventjes welterusten wensen. Ja, want we gaan zo meteen naar bedje toe en gaan we slapen. Het is alweer zondag, maar dat komt straks al wanneer we er weer bij zijn. Ik ga eerst slapen, maar in ieder geval vanmiddag ga ik weer eens een keer op visite bij mijn broer en mijn schoonzus. Dus ja, dan zal ik ook wel niet vloggen, want ook hun houden er niet van. Maar ja, dat is ieder zijn hobby. Ja, mijn broer die fotografeert wel, maar met een echt fototoestel die niet filmen kan. Ja, dus ja, ieder het zijne, hè.
Dus ja, ik ga daar gezellig weer naartoe. En ja, enkel met de crematie hebben we elkaar even gezien. En ik ben met hun meegereden naar huis. Ik ben hier thuis afgezet. Dus ik ga er gewoon morgen lekker naartoe. Een bakje koffie doen. Even gezellig bijkletsen. En verder doen. Ja, gewoon. Ja, het is mijn broer en mijn schoonzusje. Dus gewoon gezellig. En het wordt ook wel weer eens een keer tijd. Want enkel met verjaardag bij elkaar komen, dat doe je niet, hè? Nee. Je moet ook een paar keer tussendoor. En ze wonen niet zo ver weg. Dus kijk even. Ja, ik kan lopen doen, maar ik kan het ook met de booster doen. Maar mijn nieuwe schoentjes geven mij wat blaren. Dus ja, dat doet er niet veel. Ik heb nou weer pijn. Dus ja, van het lopen. Dus we gaan mooi op de booster erheen. En ik vond. Even zien. Ik had vorige week, geloof ik, of begin deze week, had ik midden in de nacht, helemaal nog in verpakking, nog helemaal dicht, kaas gevonden voor het brood. Of ook een blokkenkaas dat je in blokjes kunt snijden. Prima, of met een kaasschaaf. Eergisteren vond ik een hele goede deken op straat. Ik denk, wat heeft die deken nou op? En dat is een klaarlichte dag. Ik heb het opgerapt en in mijn mandje gedaan. En het is nou al gewassen. Nu, in de gemeentetuin, wat tegen mijn huis op staat, ligt, hangt, weet ik veel, het staat. Planten staan, bomen staan, ja. Gemeentetuin dus. Legt er weer wat in, aan de kant van de stoep. Op varen. Ja. Een varen. Nou ja, dan denk je, wat moet die in de tuin? He, want hij is van zijde. Dus ik heb hem meegenomen naar binnen. En ja. Ik denk, nou, ik heb hem mooi buiten in een bak. Dus ja, ik buiten weer eentje in een bak staan. Ja, toch? Helemaal goed. Ik vind het wel goed hoor. Ja, dus mee naar binnen genomen, lag je naast. Dus ja, in mijn mandje even gedaan en mee naar binnen. Nou, dan zoek ik, moet ik even bedenken. Ja, ik heb buiten staan in een pot ook. Ik denk, nou ja, hij heeft toch nog weer een pot. Ik moet even bij een kringloopwinkel of zo kijken. Maar dat komt wel goed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou nou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan.